Ik ga een frittata maken voor twee personen. En een frittata is een eigerecht. Ik gebruik ervoor vier eitjes, wat zuring, geitenkaas, gebakken spek en wat groene asperges. Ik heb een ingevette vuurvaste schaal, die daar gaat de frittata in doen. Ik klop de eitjes een beetje los. Het hoeft niet te lang, het wordt alleen maar een beetje taai. Die ga ik zo op smaak brengen met een beetje zout. Klein snufje zout. En een beetje peper. Dat zet ik opzij. Dan vul ik de kom met een beetje van de klaverzuring. Een paar asperges, de grotere, die kun je dan doormidden snijden. Ze zijn niet allemaal even smal, breed, lang. Ik verbrokkel er een beetje spek overheen. Ik maak het wat zouter. En dan schenk ik er eimengsel bij. En vervolgens een klein beetje van de geitenkaas. En dan kun je de frittata op 180 graden, zeg circa 15 minuutjes, afbakken. De frittata in de oven, 180 graden, ongeveer 15 minuutjes. 15 minuutjes en nu is de frittata klaar. Ik haal hem uit de oven.